Dit lijkt misschien een standaard scheurkalender, maar dat is het niet. Het is volgens de maker zelfs de scheursensatie van 2014. Dat is een heel goed woord, want het is niet zomaar een scheurkalender. Het is niet zomaar naar de printer gebracht en dan... Ja, hij is helemaal handgemaakt. En handgemaakt is ook echt handgemaakt. Ja. Eerst heeft Sanne tientallen mensen aangespoord om stukjes in te sturen. En toen ze er eenmaal 365 had, heeft ze ze allemaal zelf geprint en in elkaar gezet. En wat erin staat? Kunst, gedichten, recepten en dingen die je niet zo snel zou verwachten in een kalender. Poepvlaggetjes, die vind ik zelf ook heel erg leuk. Er heeft iemand... Ja, de vlaggetjes die kun je dan uitknippen en die moet je dan in een hondendrol op straat steken. Tja, wie deze kalender koopt moet wel een beetje houden van schunnige verhaaltjes. Een geboortekaartje. Een klamme dot, een stijve piel en hoppatee, daar was Emiel. Nog eentje dan, ingestuurd door de Utrechtse stand-up comedian Patrick Meijer. Zegt die ene hondenlul tegen die andere en toch ben je een goede scheidsrechter. Goed, gelukkig zit er bij de kalender een speciale censuurbijlage, zodat je precies weet welke dagen je er alvast uit moet scheuren als je deze kalender cadeau doet aan je baas.